Eindelijk is het dan zover. Ruim 60 jaar heb ik geprobeerd om de herinneringen aan Indië te verdringen. Toch laat die ene gebeurtenis me nog steeds minder met rust. Die stem uit het verleden wordt steeds luider. Daarom, Ari, ben ik vandaag hier. Nu, na zoveel jaar, schrik ik 's nachts nog vaak wakker. Ik ben dan weer op patrouille in Midden-Java. Ik houd de wacht in het pikken donker. Weet me opgesloten en omringd door een vijandige bevolking. Ik hoor alleen het tjerpen van de krekels en zie alleen het dansen van de vuurvliegjes om me heen. Meer niet. Die stilte wordt verbroken als er ergens ver weg het gedreun klinkt van de tong-tong. Je beseft dan dat je gezien wordt. Ergens in de tjotte turen de ploppers naar je. Onzichtbaar. Onhoorbaar. Maar je voelt hun aanwezigheid. Ik waarschuw de sergeant en binnen 3 minuten is de patrouille op pad. Ook mijn vriend Ari gaat mee. Plat op mijn buik liggend probeer ik de omgeving in de gaten te houden. Gehard in deze situaties, maar toch gespannen en angstig. Bezorgd om je kameraden. In de donkere verte knettert plotseling een brem. Het vuur wordt meteen beantwoord door geweervuur over en weer. De confrontatie van een paar minuten ervaar ik als een eeuwigheid. Dan is het stil. In het ochtendgloren keert de patrouille terug. 2 soldaten dragen een van bamboe gemaakte ladder. Als ze dichtbij komen, verstar ik. Ari? Ari, mijn beste kameraad.